Dat er goede lichamelijke gezondheid is natuurlijk ook belangrijk voor de psyche van met name psychiatrische patiënten, mensen met een psychiatrische stoornis. En daarover gaat het volgende onderdeel. En ik wil graag eerst van de CWA Max de Leeuw het podium opvragen. Hoe kunnen we werken aan een integrale aanpak voor psychiatrie en somatiek? Iemand die zich hier al jaren hard voor maakt, ontvangt vandaag als hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen, verbonden aan het UMC Utrecht en Altrecht, de Oeuvreprijs en zal de Pieter Baan-lezing uitspreken. Deze eervolle onderscheiding gaat naar professor dr. Wiebke Kaan. Professor Kaan zet het belang van somatische zorg voor onze patiënten op de kaart en doet dat nog steeds. Daarnaast besteedt zij in haar onderzoek aandacht voor leefstijl, een zeer belangrijk onderwerp waar nog veel winst mee te behalen valt in onze behandelingen. Professor Kaan heeft meerdere grote, succesvolle onderzoeken opgezet, waaronder Group en Peakens met als focus de psychotische stoornis. Zij is een voorloper waar het gaat om de integratie van zorg door koppeling van het psychiatrische, medische en sociale domein. Wiebke, je kan het podium opkomen. Voor mij persoonlijk voelt het als een eer om als oud-AJOS van Wiebke Kaan deze prijs te overhandigen. Wiebke, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Je krijgt nog een bos bloemen. Oh, oké. Mooi beeldje. Fantastisch, hè? Wauw. Oh, dankjewel. Ja, ik heb geen vaas, maar... dankjewel, man. Ik zal hem even hier neerleggen. Het is oké. Ja. Okay. Goed. Heel hartelijk dank de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten en het bestuur voor deze mooie prijs. Toen ik hoorde dat ik deze prijs kreeg, toen dacht ik echt van, tjonge, waar heb ik dat aan verdiend? Het voelde een beetje zoals normaal gesproken, toen ik de eerste keer artsassistent was en mijn salaris kreeg, toen dacht ik ook van, waarom krijg ik hier geld voor? En word ik hiervoor beloond? Dus dat is inderdaad ook met deze prijs zo van, ja, waarom word je dan beloond? Omdat je iets doet wat je hartstikke leuk vindt en veel energie geeft. Ik wilde deze lezing gebruiken om een beetje door het verleden, heden en de toekomst heen te gaan. En misschien kent u deze zaal en kent u misschien ook wel de mensen die hier opstaan. Nogal jong en energiek. Ik zelf sta er ook nog vrij jong op. Maar dit is gemaakt in de aula van het UMC Utrecht. En toen deden we eigenlijk al aan team science, team-based science. Het was eigenlijk niet heel erg anders dan nu. Maar er zitten wel verschillen in natuurlijk. We waren echt stoornisgericht. Het was allemaal kwantitatief onderzoek. En we waren ook heel erg optimistisch. Want wij zouden wel schizofrenie even oplossen. Zo dachten we toen. Maar goed, dat was dus niet zo. Maar dat snapt u nu ook, u zit hier, dus u weet ook dat we schizofrenie niet hebben opgelost. Maar we gingen heel vrolijk aan de slag en gingen kijken van, wat gebeurt er nu in de hersenen? Want in die tijd dachten we dat hersenen heel erg statisch waren. Die veranderden niet over de tijd, dachten we toen in die tijd. Maar misschien was er ook wel een kans dat het zou veranderen. En dus we gingen mensen scannen en er waren heel veel knappe wiskundigen, natuurkundigen, mensen die zich met informatica bezighouden, om ook dat brein te gaan meten. En wat we vonden eigenlijk is dat inderdaad er waren hersenafwijkingen die veranderden over de tijd.
En dat is met name in de frontaal kwab en in de temporaal kwab. Dus dat was natuurlijk fantastisch dat we dat hadden gevonden. We waren helemaal blij en dachten nog steeds dat we schizofrenie gingen oplossen. Maar ja, daarna ga ik kijken, waar hebben die breinvolumes eigenlijk mee te maken? Ik deed zelf toen een studie, toen ik promotie deed, naar eerste psychose en wat gebeurt er na een jaar. En toen zagen we eigenlijk dat de hersenvolumes geassocieerd waren, de afname daarvan, met niet alleen de ernst van de ziekte, maar ook de medicatie, de hoeveelheid medicatie die ze slikten. En dan wordt het lastig, omdat je dan denkt van wat is nou wat, hè? Want de mensen die het ernstigste ziek zijn, die hebben ook natuurlijk de meeste medicatie. En toen zijn we nog verder gaan kijken, wat heeft er nog meer mee te maken met genen, andere omgevingsfactoren. Nou ja, inderdaad, genen hebben er mee te maken, maar de volumeafnames waren ook niet echt dat je zegt van nou, die waren enorm. 2% van het totaal brein, lateraal ventrikel 30%, dus dat was wel wat meer. En met name de mensen die een slechte outcome hadden, die hadden de meeste afwijkingen. En je zag ook dat het was gerelateerd aan de cannabisgebruik. Dus hoe meer cannabis je gebruikte, hoe sneller de afname ook van de hersenvolumes. En als je dan keek naar de veroudering van de hersenen, zo zagen we dat, of in ieder geval wat gebeurt er in de hersenen. En dan is dit een plaatje, de rode lijn is de mensen met psychose of schizofrenie, dat heette toen nog schizofrenie. En de zwarte lijntje is voor gezonde controles. Dus de hersenvolume is afgezet tegen de leeftijd en jaren. En hier zie je dus dat de hersenvolumes bij mensen die gezond zijn, eigenlijk best wel redelijk stabiel zijn tussen de 20 en de 40 jaar. Maar ja, ik ben al lang de 40 gepasseerd. Ik dacht vroeger, 40 is hartstikke oud. Maar goed zeg, dat is toch wel even heel erg. Dat is nu veel. Zit ik echt over de 60. Dus mijn brein is eigenlijk niet meer zoveel waard. Er is in ieder geval heel veel atrofie al opgetreden, dat weet ik zeker. Maar ja, als ik naar mijn huid kijk, en als u naar je huid kijkt en u ook wat ouder bent, dan ziet u het zelf ook, zitten allemaal rimpels in. Dat gebeurt natuurlijk ook met het brein. En dus, als je kijkt naar de gezonde controle, of als de patiënten, die gaan al rap naar beneden vanaf 20. En dus dat zegt eigenlijk de versnelde veroudering. Nou, toen was er Jim van Os, die zei van, patiënten die zijn inactief, dus al die hersenvolumes, dat is allemaal onzin. Nou ja, u kent het misschien wel uit de discussies. En hij zei, het wordt veroorzaakt door de inactiviteit. Nou, dat is zo leuk in de wetenschap, want dan ga je gewoon verder met onderzoek, ga je het bekijken. Ga je kijken van wat dan, hè? Hoe gaan we dit onderzoeken? Dus we hebben mensen laten fitnessen, Thomas Schemer heeft dat onderzoek gedaan, en dat vergeleken met de activiteitentherapie. En dat deden ze 2 keer per week, niet eens zoveel. En er was inderdaad in de hersenvolumes, er was minder afname. Maar ja, goed, wie heeft daar nou wat aan? De patiënt heeft daar niks aan. Dus ja, toen dachten we, nou, misschien moeten we dan kijken naar de symptomen. En de symptomen, die reduceerden eigenlijk met fitnessen. En in dermate dat ze ook minder opgenomen hoefden te worden dan de groep met activiteitentherapie. En al met al was dat dus een interventie die hartstikke goede uitkomsten had. Maar die we eigenlijk deden omdat we wilden zien wat gebeurt er in het brein. En vandaar ben ik ook op dat hele leefstijlstuk gekomen. Dat komt eigenlijk van het imaging. Goed. Team science based. Team based science 2.0. Toen zijn we met groep begonnen. Hier ziet u ook nog degenen die hier allemaal hard mee bezig waren. En dan denkt u misschien, er staan 2 mensen op met 2 zulke verschillende meningen. Hoe kan dat nou? De ene zegt schizofrenie is een hersenziekte. En de andere zegt van schizofrenie bestaat niet. Oké, en dan zitten wij daar zo'n beetje tussendoor. Hè, Liewe, Richard. En dan denken van ja. En het grappige is dat mensen dan zeggen tegen je, als je dan met zo'n groep werkt. Zeggen ze, jullie hebben het alvast heel erg moeilijk. Hè? Hoe gaat dat bij jullie? Nou, het was altijd heel erg veel plezier.
We hadden altijd heel veel lol. Dus wat er in de media verschijnt, hè, dat is gewoon wat je niet moet geloven hoe het werkelijk is. Dit is gewoon verschil van mening tussen wetenschappers. Dat wil niet zeggen dat ze elkaar niet aardig vonden. Ze vonden elkaar heel prima aardig. Dus, toen zijn we een groep gaan onderzoeken. 1000 patiënten, 1000 gezonde controles. En toen dachten we, nou, we gaan natuurlijk niet affectieve psychose ontrafelen. En welke genen hebben daarmee te maken en welke omgevingsfactoren? Nou, we waren echt hartstikke enthousiast. En de eerste paper verscheen in Nature. Hartstikke goed natuurlijk. Maar ja, het was wel ergens teleurstellend, omdat ja, het waren heel veel genen die ermee te maken hadden en ook heel veel omgevingsfactoren. Maar wel het mooie eigen van groep vind ik nog de bevindingen die gaan over dat het belang hè, van trauma in de etiologie, en ook belang van de cannabisgebruik in de etiologie. Want cannabisgebruik in de etiologie, daar kan je wat mee. Want de siblings, de gezonde siblings die cannabis gebruikten, die hadden een grotere kans om uiteindelijk ook psychose te krijgen. Dus dat kan je eigenlijk meenemen in je psycho-educatie. En ook aan preventie doen. Maar groep liet ook zien dat de uitkomsten eigenlijk helemaal niet zo goed waren. Alhoewel was de remissie 60%, hè, de symptomatische remissie. De functionele uitkomsten waren veel slechter. Dus broers en zussen, die hadden een betaalde baan van 90%. 90% van de broers en zussen hadden een betaalde baan. Terwijl patiënten maar 20% een betaalde baan hadden. Net zoals het samenwonen of getrouwd zijn, waren overeenkomstige uitkomsten. Dus de uitkomsten zijn niet eens zo goed. En ik heb zelf dit kleine onderzoekje gedaan. Gewoon gekeken naar 50 patiënten en ze helemaal in kaart gebracht over de 5 jaar. En gekeken wat er nou gebeurt met die patiënten. En dan zie je dus dat 1/3 van ongeveer voortdurend psychotische klachten heeft. En 1/3 heeft een soort mengbeeld. Die zijn in remissie, maar soms ook in herstel. En anderen die hebben echt alleen maar 1 psychose en die herstellen volledig. Dus het beloop van de niet-affectieve psychose is heel erg divers. Dus dat doet je natuurlijk denken ook van wat zouden de volgende stappen moeten zijn. Nog even terugkomend, in die tijd waren we ook bezig met de nieuwe medicatie. Atypische medicatie kwam op de markt en we zagen onze patiënten allemaal gigantisch groeien in onze spreekkamer. En toen is er ook heel veel onderzoek gedaan naar de afgenomen levensverwachting, vooral bij psychose. En daar was inderdaad een verband tussen. En daar waren natuurlijk andere factoren ook mee te maken, bijvoorbeeld de genomgevingsfactoren die daarmee te maken hebben. En een van de studies die ik zelf erg leuk vind nog steeds, is dat we onder de gezonde familieleden hebben gekeken. Daar hebben we gevonden dat ook de gezonde familieleden die geen psychose hadden, het risico op diabetes verhoogd is met 2 keer zoveel risico. Dus er zijn overlappende genen en ik denk dat dat ook heel erg mooi is, want dit is waarschijnlijk de volgende stap in het onderzoek, dat we meer ziekteoverstijgend, niet alleen psychiatrie, maar echt ziekteoverstijgend gaan kijken naar de etiologie van het ontstaan van ziektes. He, dat dezelfde omgevingsfactoren en dezelfde genen betrokken kunnen zijn bij het ontwikkelen. De een krijgt misschien psychose en de andere krijgt misschien een colitis. En natuurlijk, de leefstijl. Dus we weten ook dat levensverwachting is afgenomen door ongezonde leefstijl. Maar nog belangrijker is dat de kwaliteit van leven ook veel slechter is als je ongezond leeft. En dat plaatje hier aan de rechterkant laat eigenlijk zien. En dat is eigenlijk ook waarom ik denk dat het heel goed is dat u samenwerkt ook met de PMT en de fysiotherapeuten. Dat het gaat eigenlijk over de conditie.
de cardiorespiratoire conditie. Als die toeneemt, dan neemt namelijk ook de levensverwachting toe. En dit is bij mensen die niet psychiatrisch ziek zijn, maar dit is in de algemene populatie. Mogelijk dat dat iets te maken heeft met de doorbloeding van je hersenen. En dat kan je ook wel zelf, misschien hebben jullie het zelf ook al gemerkt, als je gaat bewegen, dan ga je ook veel beter voeden. En dan gaat je hart pompen en dan komt er misschien toch ook meer naar je brein. Nou, team-based science 3.0. Misschien ziet u het. Dit zijn de PI's van onze afdeling in het UMC Utrecht. En het is dezelfde muur waar we net zaten. Alleen 30 jaar geleden of zo. En hier zie je dus de, boven, de PI's zijn de portretten. Dat zijn, is het portrettenproject van Floortje Schepers. En die heeft willen laten zien dat wij eigenlijk niet aan de buitenkant zien wie kwetsbaar is of niet. En dat dit zijn behandelaren, patiënten, zijn onderzoekers, zijn bestuurders. Eigenlijk zie je niet wie nou deze psychische klachten heeft. Dus team-based science 3.0, dat gaat iets anders worden. Hè. We waren eerst veel meer met kwantitatief onderzoek bezig. Met grote groepen hebben we al het onderzoek gedaan. Maar nu zie je ook dat het onderzoeksveld beweegt naar kwalitatief onderzoek en naar echt gepersonaliseerde behandelingen en daar het onderzoek naar. Dus wat doe je als je je patiënt hebt in de kamer? En deze patiënt zie ik dagelijks. En dat hebben wij voor een stukje waarschijnlijk ook iatrogeen veroorzaakt. Mensen die overgewicht hebben, die nog steeds last hebben van hun psychische klachten, die echt veel belemmeringen hebben in het leven en waarvan de kwaliteit van leven echt veel minder is. Wat gaan we nu voor deze patiënt doen? Nou, hopelijk kunnen we met individuele predictie de uitkomsten van patiënten verbeteren. Leefstijlinterventies benutten het helemaal niet goed genoeg, denk ik. Het is heel erg lastig om dat te implementeren in de GGZ. Ik ben al jaren aan het strijden. We zijn met een groepje al jaren aan het strijden. En gelukkig komt het nu geleidelijk van de grond. En natuurlijk de samenhang van psychiatrie en somatiek om daar meer naar onderzoek te doen. Ook van, moeten we misschien anders kijken naar ziektes en hoe gaan we samenwerken, ook in het onderzoek. En de eerste studie die we deden wat betreft de artificial intelligence voor de predictie, en dat is een machine learning onderzoek, waarbij je dus eigenlijk de machine laat bepalen wat voor een uitkomst iemand krijgt en of dat mogelijk is, dan doe je dat. En Jessica de Nijs deed dat voor groep met alle anderen. En dan kan je dat eigenlijk wel voorspellen. Je kan de individuele predictie doen. Dus als iemand in je spreekkamer zou komen, dan kan de machine zeggen, nou, met 70% accuratie kan die voorspellen hoe het gaat met iemand in de toekomst. En dit zijn lange termijn predicties van 3 en 6 jaar. Maar goed, dan zou je zeggen 70%, ja, klinisch zeggen ze ook altijd, en de mensen die in dit veld werken zeggen, ja, 70% is te weinig. Je moet tenminste 80% hebben. Maar ja, het is nog altijd beter dan een dubbeltje opgooien, een muntje opgooien, want dan heb je 50% kans. En we weten ook niet, misschien is de machine echt wel veel beter dan wat wij doen als psychiaters. En ik moet zeggen, ik kan het zelf ook heel moeilijk voorspellen. Ik heb altijd gedacht, oh nou, ik weet, die patiënt die gaat goed en die patiënt gaat slecht. Dat denken we dan. Hè? Maar als je dan over de jaren kijkt, en ik heb een cohort lang gevolgd, dan zie je gewoon dat dat niet mogelijk is. Dus wij zijn nu bezig met Hugo Snak en een heel aantal mensen met het bouwen van een tool die je kan gebruiken in de spreekkamer, waarbij je kan voorspellen, als iemand jou in de spreekkamer ziet, wat
de uitkomst zal zijn. Is het een slechte prognose, een middelmatige prognose of een goede prognose? Nou ja, goed. Dan denkt u misschien van, nou, dat willen we helemaal niet weten. Dit wil die patiënt ook niet weten. He, dus ja, waarom zou die patiënt dat willen weten? Want daar kan je toch misschien niets aan doen. Nou, daar kunnen we dus wel wat aan doen. Want er zijn factoren die veranderbaar zijn. En met name als je die tool maakt met die veranderbare factoren, dan kan je dus kijken wat voor die patiënt geschikt is. Welke behandeling is voor die patiënt geschikt? Welke leefstijlinterventie is voor die patiënt geschikt? En dus we zijn nu heel hard aan de slag. En Team-Based Science 3.0 gaat over de inclusie van ervaringsdeskundigen. En we kunnen niet zonder hen in de volgende stappen van het onderzoek doen. En dit is een heel mooi project, omdat de ervaringsdeskundigen de uitkomsten hebben bepaald. En we hebben discussies gehad. En dan realiseerden we dat hun uitkomsten heel anders waren dan de uitkomsten die wij hebben gemeten. Met al die cohorten. Dus de patiënten vinden andere uitkomsten soms belangrijker. Dus we zijn nu de tool aan het maken en het is bijna klaar. Het model is klaar, moet nog gevalideerd worden. En we kunnen ook inderdaad de gegevens van de patiënt invoeren. En dan kan je kijken wat je moet doen om een andere, een betere uitkomst te krijgen. Misschien moet een patiënt stoppen met roken of moet meer gaan bewegen of moet psychotherapie krijgen of een ander medicijn. Dit is de toekomst. De andere onderzoekslijn is de leefstijlpsychiatrie. En ik heb gelukkig twee partners in crime. Jantien Vermeulen en Jeroen Deenik. En dat zijn hele jonge mensen. En die geven ongelooflijk veel energie. Dus dat geeft mij ook weer heel veel energie. Dus ik ben ook echt heel erg blij dat nou onderzoekers zijn waar ik nu mee samenwerk. En de meeste evidentie gaat eigenlijk over bewegen, de rest voor psychiatrische aandoeningen. En het gaat met name om het verminderen van psychiatrische symptomen. Het gaat niet, primair zijn we natuurlijk gericht geweest om te verminderen van de somatische aandoeningen, maar het gaat om het verminderen van de psychiatrische klachten. En dat weten we, dat bewegen is eigenlijk de meest effectieve interventie. En die heeft effect sizes zoals psychotherapie en medicatie. Maar ja, goed, dat is nog altijd lastig, want dat is vaak niet head-to-head gedaan. Maar een van de grote problemen bij bewegen is dat, ja, ik weet niet hoe u dat vindt, maar het is soms heel erg lastig om te bewegen. En ik ben de laatste maanden wat meer, had ik wat somatische klachten. En dan merk je alweer dat je als een plumpudding in elkaar stort. Dus dat zo voelen patiënten zich ook. Hè? Dus realiseer je dat. Als je dus mensen in beweging wil zetten, dat je ook wel goed idee moet hebben over wat zij eigenlijk aan kunnen. Hè, want ze kunnen soms helemaal niet lopen. En ze kunnen ook niet, bijvoorbeeld, hè, is een 100 meter lopen is al voor hun voldoende. Dus je hebt ook beweegexperts nodig om dit te doen, om mensen in beweging te zetten. Want die hebben het beste effect. En binnen het UMC doen wij onderzoek met PhD's, die zal er komen, en Ilona van der Meent, bij Lister, waarbij we dus kijken of we mensen kunnen motiveren om te bewegen. En dat doen we dan met een beweeg-app bijvoorbeeld, en ook alle mogelijke nieuwe technische mogelijkheden. Maar wat nog veel belangrijker is, is om de omgeving te beïnvloeden, om de mensen te beïnvloeden die de patiënt begeleiden of behandelen. Want die zijn zelf net zo inactief. En Jeroen Deenik heeft het onderzoek gedaan met een heel aantal andere mensen. Die heeft laten zien, want we hebben hier gemeten op het voorjaarscongres, vorig jaar nog, 3 jaar geleden, stonden we hier met fietsen. En we hebben u gevraagd, vragenlijst ingevuld, hoe zit het met uw gezondheid? Wat heeft u gedaan? En hoe beweegt u? Nou, ik kan u verklappen, u beweegt minder dan de algemene bevolking. Echt, hebben we aangetoond, ja?
Maar ik heb ook goed nieuws, want u beweegt meer dan de Australische psychiaters. Nou, dat is toch eigenlijk nog niet zo slecht, denk ik. In Australië is de omgeving zo fantastisch, dus. En dus onderzoeken naar belemmering is heel belangrijk. Hier zie je al de plaatjes, hele mooie plaatjes van Ilona, die laat zien dat het hele looppatroon anders is. Dus de hele center of gravity, point of center of gravity is anders, waardoor het ook lastig is. Dus het is heel belangrijk om naar de belemmeringen te kijken. En wat we doen is de belemmeringen wegnemen. Dus we hebben in samenwerking met SocialRun hebben we online sportlessen gestart om mentaal en de fysieke gezondheid te verbeteren. En u kunt ook mensen gewoon aanmelden daar. Dus in uw spreekkamer, als u denkt van iemand heeft daar behoefte aan, vindt het moeilijk om naar de sportschool te gaan, omdat hij zich schaamt, kan je online sportlessen krijgen. En die zijn bijna voor niets of bijna gratis. Dan als laatste onderzoekslijn is natuurlijk samenhang psychische en lichamelijke gezondheid. En misschien kent u al wel dit plaatje van mij. Maar er is ongelooflijk veel overlap. En waarom hebben wij dan deze verschillende echelons, dus medisch specialistische zorg en dan de GGZ, waarom? Ik denk dat we daar onze patiënten niet mee helpen. Een paar onderzoekjes die ik wilde laten zien is één onderzoek over de kankerprognose bij patiënten met een psychiatrische aandoening. Dus deze mensen waren, dat hebben we gedaan met de radiotherapie. Die mensen hebben gematcht op alles wat je maar kan matchen. Op type tumor, op uitzaaiingen, op het aantal radiotherapiebehandelingen, et cetera. En toch hebben ze een slechtere uitkomst. En niet te vergeten obesitas. Als u obesitas in uw spreekkamer ziet, bespreek het. Er zijn mogelijkheden om dat medicamenteus eventueel ook aan te pakken. En er komt ook steeds meer evidentie voor eventueel medicamenteuze aanpak van obesitas. En middelen zoals liraglutide en semaglutide zijn mogelijk ook heel geschikt voor onze patiëntenpopulatie. En het laatste wat ik u wilde meegeven is dat de lichamelijke gezondheid onvoldoende aandacht krijgt in de psychiatrie. Patiënten vinden dat. De behandelaren zien dat niet. En ook de naasten eigenlijk onvoldoende. En dat hebben we onderzocht. Dus neem dat mee voor in uw spreekkamer. Bespreek de lichamelijke gezondheid eens, want daar zitten patiënten mee. En dus het motto is beter in je lijf, beter in je hoofd. En ik heb natuurlijk helemaal niet dit onderzoek alleen gedaan. Dat doe je samen en dus de prijs is ook voor ons samen. En ik wil hiermee iedereen bedanken. Met dit kleine filmpje. Hij wordt zo gestart, denk ik, met de muziek. Eén momentje. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions nou, wauw, ontzettend mooi. En eigenlijk een prijs voor heel veel mensen. En Wiebke, heel leuk hoe je ons een beetje meenam in je carrière. En verschillende teams. En natuurlijk heel al overstijgend over de mijne hebt gewerkt. Maar de rode lijn was volgens mij wel, wat heeft de patiënt eraan? En daar heb je volgens mij altijd goed naar gekeken. Heel mooi.